Ik ben Renze Vrijs. Ik ben een 23-jarige cineast uit het Gentse. Als je nog niet weet wat je wilt, dan zijn je nog zoekend en dan moet je jezelf nog tijd geven. Heb vertrouwen en laat het op je afkomen totdat je het ziet. Luister naar die innerlijke stem in je. Als ik naar films kijk, waarin als ze het thema drugs aankaarten, dat was altijd cool of gangster. Ik werd op een zekere manier geconfronteerd met de andere kant van drugsverslaving. En ik vind ook, naar jongeren toe, ik denk dat het belangrijk is om wel stil te staan rond de psychologische gevolgen van het gebruik van externe middelen zoals drugs bijvoorbeeld. Ik ben al 5 jaar bezig, dus de vrucht moet nog altijd komen. Er bestaat geen korte termijn beloning. En zeker als je iets ambitieus wilt bereiken. Er heeft ooit iemand die mij zegt van, ja Lorenzo, maar iedereen wil wel films maken. Ja, iedereen wil wel grote dingen bereiken. Ik ga hem geen ongelijk geven, maar wie wil er het meest? Het resultaat is voor mij het belangrijkste. Uiteindelijk doe je het omdat je een bepaald resultaat voor ogen hebt. Liever een ellendige weg, een prachtig resultaat dan het omgekeerde.